In maart dit jaar kreeg hij net als Kevin Spacey en Kermit de Kikker zijn eigen Hollywood Star of Fame. We kennen hem als de acteur Sherlock in de gelijknamige serie Sherlock. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. En we kennen hem als Smaug in The Hobbit. Benedict Cumberbatch. En we gaan het nu hebben over zijn grootste film van dit jaar. Spoiler, dat is niet Spider-Man No Way Home. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ik denk zelf dat na Spider-Man No Way Home de populariteit van Doctor Strange, het Marvel-karakter geportretteerd door Benedict Cumberbatch, echt verdubbeld is. Ik moet zeggen dat ik hem voor No Way Home nog nooit van hem gehoord had. En na No Way Home ben ik één van de grootste fans. En binnenkort ga ik eindelijk met mijn beste vrienden naar de bioscoop om deze film te zien. In het Marvel-universum kan je het zo gek niet meer bedenken. Het was nog wel een beetje geloofwaardig dat iemand spinnenwebben ging schieten doordat hij ooit gebeten was door een radioactieve spin. Maar een volledig concept van een multiverse waarin meerdere universa bijeenkomen in één film is nog nooit eerder gezien. Daarom gaan we het vandaag hebben over Doctor Strange, The Multiverse of Madness. En daarom gaan we vandaag snel reageren op de trailer. Every night I dream the same dream. And then the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Break the rules. Look out! To become a hero. I do it. I become the enemy. It doesn't seem fair. Oké, wat is nou mijn echte mening over de trailer van deze film? Over de film zelf kan ik natuurlijk nog niks zeggen. Ik moet zeggen, ik was voor Spider-Man No Way Home een stuk meer hyped. We started getting some visitors. This has the potential of being the greatest Marvel crossover yet. Daar ben ik het eigenlijk wel volledig mee eens. Zorgde ook wel dat ik enigszins teleurgesteld was toen ik hem zag. Ik had er eigenlijk meer van verwacht. Ik ben voor deze film ben ik minder hyped. Het kan aan de ene kant een goed ding zijn. Aan de andere kant, de trailer is heel veel CGI. Ik merk niet een bijzonder goede verhaallijn. De verhaallijn is, er is een multiverse wat bestaat, waarin alles net een beetje anders is dan in ons eigen universum. Was ook het idee van Spider-Man No Way Home. From every universe. Aangezien je drie verschillende Spider-Mans hebt,
allemaal andere villains. De een heeft wel bij de Avengers gezeten. De ander heeft wel een vriendin die Beth heet. En de ander niet. Het is al een ouder concept wat je voor de tweede keer in een jaar gebruikt. Hallo Peter. Kijk, ik vind Benedict Cumberbatch vind ik een van de meest getalenteerde acteurs die op dit moment rondlopen in Hollywood. Komt meer omdat Kevin Spacey nergens meer in voorkomt. Eigen mening natuurlijk. Ik weet nou niet of ik deze rol hem echt toegeschreven vind. Ik vond hem als Sherlock zelf stukken beter of zo. Ik weet ook niet precies waarom. Dit is echt heel jammer. Ik word gewoon geappt tijdens mijn opname. Dit doet pijn. Ik wil nu niet meer verder. Oké, ik zag wel een paar dingen met meme potentie. Every night I dream the same dream. Daar kan je echt 100 dingen achter plakken. Die vond ik heel mooi. Every night I dream the same dream. Ja. Welkom bij Harme Frodo vlog 100. Ik vroeg me zeer af wat een middeleeuwse soort Narnia scène ertussen deed. He believed it was dangerous. He was right. En hoe dat gaat terugkomen in de film. Het is er zoveel tussen elkaar. Het lukt mij niet om het hele plaatje te zien. Ik heb het idee alsof we zoveel stukjes missen in deze puzzel. Het enige overkoepelende in de hele trailer is Doctor Strange zelf. Misschien dat de film daarom naar hem heet. Kijk, een soort van de Star Wars seagull dat Doctor Strange gevangen genomen wordt. Omdat hij de doorway tussen de universes opent. Vind ik stoer. Ik ben heel benieuwd hoe je daar uit gaat ontsnappen. Mijn tip is één keer en is hij weg. Maar tja, wat gaan we zien? Ik vind het ook mooi. Je hebt eens een stukje in de trailer. En dan hoor je we should tell him the truth. We should tell him the truth. En dan zie je daaronder in de ondertiteling staan Mystery Voice. Gewoon omdat degene die dit ondertiteld heeft niet weet wie de Mystery Voice is. Dus dat kan iedereen zijn. Even kijken of ik die stem goed na kan doen. We should tell him the truth. We should tell him the truth. Stiekem heb ik gewoon een rol in de film. We should tell him the truth. Je ziet ook al drie verschillende Doctor Strange. Je ziet de Sinister Strange, de normale Doctor Strange en de zombie Doctor Strange. Wat mij zeer bijzonder lijkt in deze film. Wat er ook totaal voor zorgt dat deze film mijn volledige christelijke imago van dit YouTube kanaal weghaalt. Hey, thanks boys. In elke Marvel film hoort een beetje humor te zitten. Dat is wel een beetje hun winmodel. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Ik zie dat hierin niet terug. Jammer. Misschien in de echte film wel, dat zou altijd nog kunnen. Dus dat vind ik een verbeterpuntje sowieso. En ik merk, ze hebben er wel heel veel enge scènes in. Met echt extreme monsters en dat soort dingen. En dat vind ik ook een beetje afdoen aan het Marvel Universum idee. Maar het is niet voor niks een multiverse. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat ook echt uit gaat pakken. Maar dat gaan we allemaal zien. Ik ben super benieuwd. Ik ga deze film bekijken in de bioscoop. Dat weet ik al zeker. En daar ga ik ook even snel een afspraak voor maken. En let's get this party started. Laat in de reacties weten jullie verwachtingen voor Doctor Strange, The Multiverse of Madness. En of jullie hem gaan zien in de bioscoop. Laat ik zeker weten waar ik in het volgende seizoen van Frodo Reageert op moet reageren. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een volgende aflevering. Tot ziens. Tot later. Well, if it would be a definite translation, it would be you'd be called Dr. Vreemd or Dr. Raar. That would be Dr. Raar. It means the Raar means strange.